Yo mensen, nieuw hier! En Richard, je yeah, weet... Richard? Yo mensen, nieuw hier! En Richard, je it zelf! Hallo, zijn we Bye. weer. Opnieuw, met Richard, verdomme. Fuck my life, weer met Richard, doei. Oké okay, maar Richard, wat ga je in de episode van vandaag doen? Ik ga vandaag in de episode, ga ik aan een nieuw dingetje beginnen en het is Rivers of Energy. En dan welke X. ga jij beginnen? Oh, uh, ik ga beginnen, ook aan Rifts of Energy. High five ja, bro. Maar ik ga aan de linkerkant beginnen en Quinn gaat aan de rechterkant beginnen. Yep. En volgens mij is de rechterkant is dat Ja. Uh, yep. En de linkerkant is Thermal Expansion. Aardappels! Nee, oké. Okay. Aardappel. We, we, ga, we gaan vanaf nu ook weer bij een bepaald hoeveelheid likes. Waarschijnlijk wordt het gewoon hetzelfde als bij, zeg maar, als bij de voorgaande series. Dus bij mij per 100 likes en bij Richard per 30 likes, was het geloof ik hè? Yep. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we een lucky wall maken, dus dan gaan we mensen uitkiezen om op de muur te komen met een quote als je dat wil, of alleen een naam. Yes, dan kunnen we katten er weer op. Nee, ga weg met je katten. Oh, oké, okay. maar in elk geval, we gaan dus allereerst eventjes wat spulletjes verzamelen, dat geldt denk ik ook voor Richard en in dit yep. geval is dat voor Richard waarschijnlijk een aantal inkets en voor Quinn ook een aantal inkets, maar dat weet ik niet helemaal zeker, waarschijnlijk wel, want meestal... Yep. Ik moet namelijk een Aquius Accumulator maken, even kijken, o, nice. hoe maak je die? Oké, okay, ik heb een nodig, ik heb een piste nodig, een furnace nodig en vervolgens deze dingen. Oké, okay, ik ga het even pakken, kom ik zo meteen weer bij jullie zoek. Oké, okay, maar Richard, ik heb alle spullen verzameld, denk ik, hoop ja. ik, ja. Want ik ben Alfa. Nou wow, ja, yeah, met een Belg best in Minecraft en in de wereld. Weet je, herken je dat nu pas? Ik had, ja. mijn, ik had mijn talent echt al, al lang herkend, Richard. Doei. Doei. <laughs> Oké. Okay. Maar ik heb alles producten verzameld, hoop ik tenminste. Want het is altijd een keertje afwachten met mij. Want soms tel ik verkeerd, soms kijk ik verkeerd en al dat soort dingen. Dus of je moet dat. Dat kan ook nog. Maar over het algemeen tel ik wel goed. Even kijken, kan ik hem maken? Alleen nog een piston. Piston. En we kunnen maken. Boom. Ik heb hem, Richard. High five. Bam. Too slow. Maar ik denk dat ik gewoon verder ga in mijn kleine rukkamertje hier. Maar het ziet er niet moet uit. Je hem wat groter dit maken. Dit ziet er niet uit, man. Ja, het is jouw, jouw fucking kamer. Ja, maar het is, geen, het is niet zijn kamer. Het is een hal. Het is een, het is een gang. Het is een, een, een blokje. Maak hem groter, zou ik zeggen. Maak nog een. Het maakt niet uit. Het vind ik op zich wel grappig als we zo'n nasty huis maken. Dat, dat maakt okay. het ja, des interessanter voor ons. Oh ja, nou, volgens mij is dit gewoon een test voor je brein om niet te crashen. Oké, okay. we kunnen gaan claimen, Richard. 3, 2, 1. Oké, okay, ik kwam altijd voor. Oh, dat is een good reward back. Oké, okay, daar gaan we, Richard. 3, 2, 1, 360. Ik heb er zoveel oh. zin in. Boreal Seeds. Geen flauw idee wat het is, maar we hebben ze. Yeah. Van Botania. Ziet er best nice uit. Hoe maak je die normaal gesproken? Even kijken. Hoe maak je, hoe maak je, hoe maak je die? je die? Die maak je door middel van een dead bush in een manapool. Wauw. Beste dag van mijn leven. Nee oké, okay. maar we gaan over naar het volgende hoofdstuk, want daar gaat het eigenlijk gewoon meer om. Want je ziet hier al, het eerste hoofdstuk is gecomplementeerd. En nu openen we er vijf nieuwe blokjes en die kunnen we allemaal gaan doen natuurlijk. Allereerst gaan we denk ik, gewoon een Sterling Generator neerzetten, dat blijkt me wel zo handig. En dan gaan we zo meteen toewerken naar de allereerste ja, machine die we erop aan kunnen gaan sluiten, genaamd de Zagmill. Even kijken, we gaan hem gewoon even hier ergens neerplanten, wat ik net al zei. Het is alleen een beetje donker in het kamertje van Quinn. Dat klinkt allemaal meteen weer heel erg fout. Maar dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, we kunnen hier gewoon wat burn-dingetjes in gaan doen. Zoals hout, zoals kool. Kijk je nou naar wat hout er gooien als je wil. Dat is natuurlijk niet echt heel efficiënt of zo. Maar volgens mij kan je ook dit erin gooien. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Weet jij dat? Of je dat Piet dat, erin kan ik gooien. Ik weet niet eens wat een fucking ding is. Dus oh, kan, ja, ja dat, kan, dat kan. Dat kan. Dat kan. Piet kan erin. Piet, Piet, Piet. Piet. Waar is het truce? Oh, beste wordt gepooit. <laughs> Oké, okay, maar Richard. Ja. Jij hebt net als het goed is dus zo'n Steam helemaal gemaakt, toch? Ja. Dan ben je vast wel zo lief om ze op de mij uit te lenen. Ja, voor mij mag je. Volgens mij zit hij ergens in de chest. Yes! <laughs> ik vind hem naar beneden. Ja, sorry, ik vind hem erin, man. Oké, okay, maar in elk geval, even kijken. Ik moet. Allereerst moet ik op een make server in elkaar gaan zetten. elkaar gaan toveren. Richard, mag ik je toverstok? Hé. Hey. Nee. Je gebruikt mijn crafting table. Dat is tegen de regels. Oké, okay, maar even kijken hoor. Ik heb, ik heb nog wat kopper nodig. Kopper, 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 kom Go, kopper. En wat heb ik nog meer nodig voor spulletjes? Want we gaan nu eventjes de Ignis Extruder in elkaar zetten. Want voor de Sekmul, om die zo meteen in elkaar te gaan zetten, heb ik allereerst drie Obsidian nodig. Ik ging net al eventjes zoeken naar Diamond, maar dat was niet echt bepaald een succes. <laughs> Vraag maar naar nou, Richard. Dat was geen succes. Dat, dat, dat ging helemaal nergens. Dat, dat ging helemaal nergens over. Oké, okay. Richard, ik heb alle spullen verzameld. Dat zal je niet verrassen. Toch ben ik een beest. En nu gaan we een ding in elkaar flansen. Oh shit, beste rap ooit. 10 out of 10, IGN of niet? Oei. Nee. Oh. Oké, okay, even kijken. Ik mis iets, maar ik weet niet wat ik mis. Oh, ik moet natuurlijk allereerst die Tinker in elkaar gaan Een zetten. Mijn brein. Dat, dat ook misschien, maar daar kan over gediscussieerd worden. Oké, okay, maar ik heb alle spullen verzameld, Richard. Let's go! Let's go! Let's go! Oké, okay, de machine frame is binnen. Nu kunnen we nu deze. Als het goed is, deze Ignis Extruder in elkaar gaan zetten. Tenminste, nog even wat glas erbij pakken. En dan zijn we helemaal ready. En dan kunnen we hopelijk gebruik maken van de steam van Richard. Maar dat gaat goed komen, denk ik. Even kijken, wat je hier gelaten? Hier ergens toch, zei je? Oké, okay, mooi. Waarom gebruik je die trouwens niet? Wat? Die is tiener Waarvoor moet ik hem gebruiken? Weet ik veel? Heb je geen machines die energie uh, nodig hebben? Of heb ik gewoon survivalist generators? Wat ik trouwens afvraag, als je deze hier aankoppelt, komt er dan energie in? Waarschijnlijk niet. Oh wacht, gaat hebt natuurlijk sowieso geen energie nodig, dat scheelt weer. Uh, ik, uh, 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 uh. Richard, ik ben mindfucked, Ik heb helemaal geen energie nodig. Ik moet hem gewoon op Obsidian zetten en dan moet ik gewoon eventjes hier wat water in gaan leveren en wat lava in gaan leveren. Gewoon drie buckets met lava en drie buckets met water en dan zijn we helemaal ready, Richard. Wat vind je van ready ervan? steady cook? Ja, precies. Oké, okay, maar in ieder geval, ik ga dus eventjes heel gauw ga ik wat water erbij pakken en vervolgens ga ik op zoek naar lava, maar dat zal niet al te moeilijk zijn. Want ja, lava zoekt mij meestal al en dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Richard. Ja. Ik heb genoeg. Lava. Hoe blij ben je nu voor mij? Au! Is dat, is dat een Doe uitdrukking maar. van blijdschap? Ja. Oké, mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, onze Oké, okay, ik stop. Ik stop, sorry, sorry. Richard. Ik heb in ieder oh. geval obsidian, nu kunnen we nu de swagmail in elkaar gaan zetten. Oh, geen swagmail. Zeg... Zegmail. <laughs> swagmail. <laughs> Zij dat nou serieus, of... Uh... <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, je dat per ongeluk of niet? Nee. Ik zei het on purpose, sorry Richard. Mijn vertrouwen in mij is nu een beetje gedaald. Maar maakt niet uit. In ieder geval, voor de swagmail heb ik het volgende nodig: namelijk drie obsidian. Twee flint, dat hebben we allemaal al. Twee pistes is easy. En voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar de machine chests nodig. Hoe gaan we die maken? Uh, met wat goud, met wat koper. Koper heb ik ook nog bij me. Dus op zich gaat het wel, denk ik, helemaal goed komen, Richard. Hoe blij ben je nu voor mij? Ik ben heel blij. Mooi, mooi, mooi. Oké, okay. even kijken hoor. Dan gaan we deze in elkaar zetten, dus die is dan binnen. En vervolgens gaan we nog eventjes wat Iron Bars in elkaar zetten, die zijn ook binnen. En dan gaan we nu deze in elkaar zetten. En ik blijf binnenkomen dit keer. En dan moeten we nu heel. eventjes twee... <laughs> Drie. <Doei. laughs> Oké, okay, ik moet nu alleen nog eventjes nu twee pistes in elkaar gaan zetten. Maar ook dat gaat geen enkel probleem opleveren. En Richard, hoe gaat het trouwens met jouw project van vandaag? Niet zo goed. Wat, wat, moet wat scheelt We moeten weer eens uh, Oh, wat scheelt er nou Richard? Ja, ik heb geen tin. Ah, oh, zeker. Oké, okay, maar ik heb nu dus weer geen iron voor de zoveelste keer. Maar dat iron gaat wel zeer spoedig komen. En trouwens, ik heb trouwens ook wel eventjes een goed titje. Want als het goed is, kan ik hier ook gewoon zeg maar een steam der op aansluiten. sluiten. Waardoor ik sneller mijn Jetpack op kan laden. En dan kunnen we wellicht in de toekomst, in de zeer nabije toekomst, kunnen we naar de nether toe. Wat vind jij ervan, Richard? Wellicht. Ja, misschien. Maar dat sluit ik zo meteen wel eventjes allemaal aan. Laten we allereerst de swagmail af gaan maken. Oké. Okay. Ik heb inmiddels genoeg aan verzameld, Richard. Nu gaan we het afronden. We gaan alle is nog eventjes één piston in elkaar zetten. Die is dan binnen. En nu kunnen we als goed af gaan ronden. Oké, okay, daar gaan we. Even kijken. Nog even wat opzittingen erbij pakken. Dat we natuurlijk hier al hebben verzameld. Gezameld wil ik zeggen. Wauw. Ik begin een beetje Richard te lijken tegenwoordig. Ik kan er ook niks aan doen. Waar je om mee omgaat, word je mee besmet, zeggen ze altijd, hè, Richard. Yep. Daarom uh, ben ik ook zo verdrietig all the time. Oh ja. Yeah. I gotta stay high all the time. Oké, okay, maar de swagmail is binnen. Hoe blij ben je? Twee. <laughs> Swag, zeggen zeggen een rotnaam. Waarom heb ik dat niet eerder verzonnen? Oké, okay, Richard. Ja. Ik heb de Alloy Smelter. Voor mij heb je daar geen zak van verzamelen. Maakt allemaal niet uit. Ik heb, ik heb de... de Alloy Smelter. Oh, wel, oké. Okay. Mooi. We kunnen nu gaan kiezen. Ik kan kiezen tussen tin, koper, gold of iron. Wat hebben we het meest nodig? Gold. Of dus dat, iron? Dat is mijn e Ja, je krijgt vier iron en één gold. Dus het lijkt me beter iron dan. Iron dan. Oké, okay, even kijken. Twee reward bags van good. Dan gaan we de eerste openen. Oh shit, dit past allemaal niet meer inventory. Uh, ik heb allemaal hout. Geen fuckflow idee wat ik daarmee moet. Wacht, dat gooi ik wel even in jouw Pam's craft chest. Hé, hey, wa waarom moet dat in mij? Nou, dit heeft ook met hout en, 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 en dingen te maken. Nou helemaal niet maar, maar niet. Ja. Ik heb trouwens ook wat Rain mufflers gekregen en sun oh. mufflers en zo. Dus die ga ik even oh. neerzetten bij de buien, Want. Oh, de bijen, dat kon ik wel horen. De bijen, ja. Je ja, he? wordt helemaal gek van de bijen, dus dan gaan we hier even de bijen nee, neerzetten. Ik, ik heb twee die in Force slits gekregen, dat is best handig. En je hoort ze niet meer, Quinn. Echt? Oh, zo'n ding heb je niks. Het is Muffler. Ja, anders ik, werd, jij werd gek van de bijen toch? Ik werd er opgehoond van, sorry man. Oké, okay, dat is heel nadrukkelijk. Doe <laughs> Doei. <laughs> Oké. Okay. Ik ga sowieso even die nieuwe bijen zoeken, dus dan zie ik je zo terug. Ja, dag. Oké, okay. maar even kijken hoor, waar was ik gebleven? <laughs> waar was oh, ik gebleven? Ik Ja. <laughs> Ja, 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 ja. Ja, okay. ja, ja dag. Ik, ik kan nu kiezen tussen een vacuum cleaner, tussen ensure teleportation. Op zich is dat ook wel handig, als ik kan teleporteren. Als we een beetje kunnen gaan kloten daarmee. Maar volgens mij is het echt ziekelijk duur, of niet? Ik wilde namelijk eerst, wilde ik deze machine gaan maken. Even kijken, ik zal hem eventjes opzoeken. Hier zo staat hij niet. Ik wil namelijk eerst de staff of the Traffic maken, maar dat gaat niet echt oh. wat worden, denk ik. Daar heb ik namelijk nog meer machines voor nodig. En daar heb ik nu gewoon eventjes geen tijd voor. En geen materialen voor. Tenzij Richard weer een uur voor me gaat minen. Maar dat zie ik niet gebeuren. Dus we gaan het even anders aanpakken. We gaan namelijk naar toewerken. Oh ja, nu toewerken. Dat, dat is ook weer nieuw. We gaan toewerken naar Crazy Generators. En Richard, word jij al een beetje crazy? Ik ben crazy. Oké, okay. we gaan in ieder geval een divert in elkaar zetten van Ender IO. En die maken we als volgt. Dat is namelijk een combinatie van Electrical Steel. En Electrical Steel is natuurlijk gewoon een combinatie in de alloy smelter. Dus we hebben hem niet voor niks gemaakt natuurlijk. En voor dit hebben we nog nodig een Fluid Tank. Die maken we als volgt met iron bars, glas en wat iron. Dus waarschijnlijk hebben we zo meteen nog wat iron nodig, maar dat gaat wel goed komen. En eigenlijk is dat het wel. Richard, Ja? we gaan zo meteen nieuwe liquids leren kennen. En nieuwe generators en shit. Wat vinden we ervan? Hoe gaat het? Ik moet in deze village, hè, Quinn? Heb ik je, heb, bijna... je weet toch wel, die Growthcraft seller ja. die jij gemaakt hebt. Ja. Daar heb ik nu een huis van gevonden. En huis ziet er best wel heel cool uit. Bol. En ik heb nu vier tonnen voor jou gevonden. Tonnen? Die, die ooit nog nodig wat, wat wat van, die ton, van die tonnen waar je van, van het wijn in kan doen en zo. Oh, lol. Dit ziet er best cool uit, het huis. In ieder geval, ik neem het even mee. En dan ga oh, je mee neemt het hele huis mee. mee. Ja, ik neem het huis mee, man hoe gaat het trouwens met jouw uh, Pem's Harvestcraft-project? Kijk uit is de creeper wel ons huis. Oh. Hij, hij heeft nu wat punten zijn aars. Oh en ik heb nu gekillt. Ik ben de hero Richard. Hij heeft best wel veel swag points. Oh ja yeah, doei. Ik ga even terug naar de <laughs> <I ga even tos> <the> swag mail. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan eerst even wat kleiplokken maken. de van deze wereld. <laughs> ja, we maken echt gewoon te slechte opmerkingen, jongens, sorry daarvoor. Oké, okay, even kijken. Wat we namelijk even nodig hebben is het volgende: We moeten namelijk dus het electrical steel hebben. Dat is een combinatie van pulverized coal, dat heb ik al verzameld, en silicon. En silicon is als volgt te maken: Silicon maak je namelijk in de swag mill. Dus we gaan even naar de swag mill toe. Hierzo: Even dit eruit halen, klei erin is en Ik heb in, in, bo in mijn boeps. Doei. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik heb hier al wat Pulveras coal. Ik moet alleen wat iron hebben. Hebben we nog iron? Ja. Nee, okay. misschien Jawel. vier of zo. 15. Goed fight. Holy shit. Ja, we zijn Three. rijk, jongen. We zijn fucking rijk. Oké, okay, maar in elk geval, uh, even kijken. Wat gaan we nu maken? We gaan silicon combineren met iron en met pulverized coal. Oké, ik komt dit even allemaal uit. Dit kan eruit. Silicon, pulverized coal en iron. Boom. Oh, hij it. het. Richard, we zijn gered. We hebben zometeen gelukkig genoeg van het electrical steel binnen. Tenminste, dat hoop ik. We hebben waarschijnlijk alleen wat meer silicon nodig. Maar dat gaat helemaal goed komen. En voor de rest hebben we eigenlijk gewoon een beetje de basic materialen nodig. Zoals iron en zoals iron bars. Dus ik hoop dat ik daar echt genoeg voor heb. Maar dat betwijfel ik. Ik weet het echt mm. niet helemaal zeker. <laughs> ik ga trouwens ook eventjes de swagman nog een keer gebruiken voor het iron te pulverizen. Dat gaat helemaal goed aan. En dan kom ik zo meteen jullie terug. Oké, okay, voor nu gaan we dit vat gewoon eventjes hier plaatsen, gewoon op een mooie plek hier zo. En dan gaan we hier later gewoon eventjes naar kijken. Want ik ben al de hele tijd aan het craften en niks aan het doen en aan het klooien en hier in de bunker. En dan blijven met Richard en Richard is aan het woesten. En Richard hou je basille bij je, verdomme. Dus, ik heb besloten wat anders te gaan doen. Ik ga eventjes wat avontuurlijker te werk. Richard, ga je met me mee? Nee, mooi. Oké, okay. okay. wat we namelijk eventjes gaan doen is naar hoofdstuk 6 naar de Eldritch Discoveries. En dan gaan we kijken wat het inhoudt. Nou, eigenlijk vrij logisch, het is eigenlijk gewoon Tomcraft. Dan kan ik tenminste eventjes buiten onze bunker te werk gaan. En ik ben eigenlijk ook al benieuwd wat deze mod zeg maar in gaat vullen wat betreft Tomcraft: hoe ze het aan gaan pakken en wat je allemaal moet maken en zo. Dat gaan we allemaal laten zien. Voor nu gaan we allereerst eventjes een simpele wand maken. Oh, sorry, sorry. Daarvoor heb ik Iron Caps nodig, Richard. Iron Caps. Waar is de iron gebleven? Oh, hier. Dank je, nou, Richard. Fucking weg door meneer Quinn. Hey. Niet door meneer Quinn, door meneer Richard. Ik heb er fucking weinig van gebruikt. Ik heb de helft van gemind. Oh, sorry man. Oké, okay, maar in ieder geval, we kunnen gewoon gelijk gaan. Nee, we kunnen nog niet gaan claimen. Sorry jongens, we kunnen nog niet gaan claimen. We moeten eerst een Thalmometer hebben. Oh, dat was Quinn-Durp. Oké, okay, hebben we trouwens shards? Of we hebben we nog helemaal geen shards? Ik heb ze wel gezien. Ja, we liggen in de cave, sweet slars. Even kijken. Ja, hier heb ik nog wel wat shards. Oké. Okay. Nu kunnen we de Thalmometer erbij gaan pakken. De Thalmometer. En dan gaan we kijken hoe we die in elkaar gaan zetten. Twee, gewoon, twee shards, twee gold en ook nog een stukje glas. Oké, okay, dat hebben we allemaal. Gaan we even maken dan. kubam energie binnen. En dan kunnen we waarschijnlijk nu wel gaan claimen. Nog steeds niet. Richard, het gaat niet goed. Ik moet, ik moet steeds weer nieuwe dingen gaan maken. Ik dacht, van, ik ga lekker claim strikken nu, maar dat valt even tegen. Oké. Okay. Oh. Uh, oh. Oké, okay, maar nu eventjes een tafeltje nodig. Toch, een tafeltje stond er. En ook nog scribing tools. Oké, okay, nou. Een tafeltje is natuurlijk niet heel erg moeilijk. Het is gewoon van, van hout te maken. Maar squids. Heb jij ergens squids gezien? Wacht, wacht. Ja, ja, ja. Ik heb er een. Ik heb er een. Wat is er dan? Ik heb eens een uh, schaap met black wool. Zie 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 zie. Oh, ik heb drie black wool. Oké, okay. even kijken. hoop... nee, dat kan denk ik niet hè. Met de grindstone gaat het denk ik niet lukken. Je moet per se een pulverizer hebben, maar die hebben we al, dus dat maakt niet zo uit. Dat maakt toch niet uit. Nope. oké, okay. maar dan moet ik natuurlijk wel eventjes jouw permission vragen. Mag ik jouw pulverizer gebruiken? Nee, get the fuck off. Ah, oh, okay, dan maak ik zo alleen. Oh ja. Hoe weet je resources? Uh, ik heb hier wel van die andere kabels van. Uh mechanism dat kan wel proberen ja daar kan het waarschijnlijk wel mee oh hij doet het oké okay, laten het we nu bidden dat we inksex krijgen als dat nu niet gebeurt dan ga ik echt janken voor mijn leven nee nee okay, game nee, nee game hoe voel je je nu quinn oh shit jongen ik, ik, ik barst echt van die ideeën tegenwoordig jongens dit is eigenlijk Sorry. gewoon een episode aan het worden van hoe freestyle ik zo snel mogelijk naar inksex toe ik heb hier namelijk wat plantjes. Tenminste, dat staat hier nog niet echt. Maar hier staan in elk geval wel Mystical Plants van Botania. Als het goed is, kan je die fijn stampen. En dan kan je als het goed is ook zwart wolden mee maken. Zo so smart, zo so smart. Ja, ik weet het, man. Moet ik alleen nog het zwarte plantje niet vinden. Maar volgens mij is dat niet zo heel moeilijk. Richard, shut up. Sorry. <laughs> okay, ik zit erin. Ja, Mystical Black Flower. Oké, okay, als het goed is, kan je dat gewoon allereerst kaarten in je crafting table gooien. Dan krijg je deze Mystical Black Pedals. Oké, okay, waar, waar, waar had je die? Waar had je dat potje? Uh, in de chest. In welke van de vijf? Oh hier, ik heb hem al. Thanks. Tinker. Thanks, Oké, okay, als het nu niet lukt, dan ga ik echt huilen. Volgens mij heb ik weer zoveel, zoveel kansen, dat gaat echt helemaal nergens over als het niet lukt. Grote kansen, grote prijzen. Ik heb nu elf woel. Als dit, als dit fout gaat reserteren, dan blame ik jou voor alles in het leven wat fout ging. Weet je nu welke verantwoordelijkheid je hebt? Nee. Oké, okay, ik heb een inksack. Oké. Okay. Oké, okay, maar in elk geval, we gaan terug naar een Eldritch Discoveries resort. Wat vinden we ervan? En dan gaan we eventjes deze scribing tools oh, in elkaar zetten. Swaggy? Mhm. Mm moet je naar de swagmill toe? Doei. <laughs> Oké, okay, we hebben een bottle nodig en een verder. En een verder heb ik net al verzameld. Moeten we nog wat glas hebben? hebben we hebben nog glas? Oh, wacht, we hebben nog een bottle. Dat is nog beter. Hoef ik nog meer te craften. Kan ik nog leider zijn? Snoepie. Oh! No way! Je ko. Nou, jongens, jongens, jongens. Ik dacht er nog over na, zal ik het proberen? Maar ik dacht van nee, dat lukt niet. Maar dat lukt dus blijkbaar wel. Je kunt ja. gewoon die black powder van Botania gebruiken voor je scrub. Ja, dat tof. dacht ik al. Ja, ik dacht van dat zal er vast uitgepatcht zijn. Nope, toch niet. Helemaal niet, denk ik, Win. Nee, dat blijkt maar weer. Oké, okay, ik heb alleen nog wat hout nodig, wat tafeltjes nodig. Volgens mij heb ik allereerst nog wat van deze dingen nodig, wat slabs. Zo. En dan gaan we die hier plaatsen. Slap, slap, slap. Deze, slap, slap, slap. deze. En dan kunnen we, als het goed is, ik wil er drie hebben. Hebben we nog hout? Houd, 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 houd. En hij van de chest, het houdt. Houd, 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 het houd, houdt. Houd. Richard is altijd stout. En hij houdt oh, van yeah. haar from out. Oh, zeker rap skills. Oké, dat is heel Oké, waar gaan we de Tomcraft-kamer maken? Tenminste, de, de Tomcraft-centimeter. <laughs> <laughs> dit is echt... Ik maak hem wel in jouw kamer. Voor nu. Uh, nee, get the fuck off. Nee, dat moet. Richard, dat moet. Fuck dit, you. Dit... Graaf gewoon twee seconden een nieuw gat, man. <laughs> nee. Echt, oh, na de episode jongens, ik beloof het jullie, ga ik alles eventjes netjes maken ik ga ik ervoor zorgen dat alles netjes komt te staan. Maar nu wil ik echt eventjes gaan kijken wat we nou Weet precies verder kijken. kunnen gaan doen. Oh, ik kan claimen Richard, oké. Okay. Ik kan kiezen game, tussen game, een do, game, game. Ja, ik kan kiezen tussen een air crystal, een fire crystal, een water crystal en een earth crystal. Uh, wat is het vervelende? Wat heb je het meest nodig? Ik denk fire of air. Fire gaan we doen. Air. Eh? Oké, okay, we gaan voor fire één keer naar dit ja. luisteren. Oké, okay. we are back. Oh, seeds. Ik heb cantaloupe seed en winter squash seed en pumpkin seed. Die heb ik allemaal. Maar gooi oh. ze maar in mijn ding. Oké, okay. nu moeten we natuurlijk ook nog een Tamamani kunnen gaan maken en daarvoor krijgen we wat papier en ook nog weer een reward pack. Dus we kunnen zo meteen nog eventjes gaan claimen en hopelijk kan ik de laatste paar minuten van deze video echt een dikke claimstreek neerzetten. In welke chest moet hij? Gewoon in je Pam's Harvest ding. Ja, ja, dat past. Alles past. Moet je net soms een beetje doorduwen. Doei. <laughs> Oké, okay, dat heb ik niet gezegd. Dat kan heel vaak worden opgevat, namelijk. Ik heb een Sunstone-oor gevonden. Zeker, ik, ik ga nu even boeken maken, Richard. Boeken. Boeken, boeken. boeken. Ik heb boek, er drie boek, nodig. Boek. Ik, ik heb er nu drie. Hebben we nog hout? Genoeg hout? Uh, en... ja, dat we... Kan. we hebben denk ik nog wel hout. Kijk, hoeveel heb ik er nodig? Ik heb dat er zes nodig. Kan ik nog? Ja. Ja, 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 dit redden we, Richard. Dit gaan we helemaal redden. Het gaat helemaal goed komen met ons. Wat vinden we ervan? Holland. Hollandia. Ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan invullen met het boekje, zeg maar. Tomcraft. Ik hoop niet dat ik allemaal saai dingen moet, doen, maar dat gaan we allemaal meemaken. Even kijken, we gaan nu gewoon de boekkast neerzetten. Dan pakken we onze toverstok. Waar is die? Die is waarschijnlijk hier ergens in de chess gevallen. Bim. Waar is mijn toverstok, Richard? Waar is mijn. Yes. Oh wacht, die staat hier natuurlijk op. Oeps, dat is awkward. <laughs> je hoorde het niet wat ik zei. Nee, maar dat hoorden de kijkers dus wel. Maar ik heb het allemaal yeah. namen in. Was het heel naar? Nou, nah, ik zei. Jij vroeg zo, waar is mijn staf? En toen zei ik, in je ass. Ah, <laughs> oh, dat is inderdaad heel naar. Dus hou me <laughs> op. <laughs> Oké, okay, we zijn van yes. van Tom en dan, dan Kunnen we gaan claimen? Jawel, we kunnen gaan claimen. Claim jawel, rewards. Jawel. Oh, ik heb geen inventory, dat is ook weer heel awkward. Ik Fuck. heb echt altijd inventory problemen, wat we ook spelen, ik heb altijd inventory problemen. Wat? Sunstone is in de lava gevallen. Sick. Oh, wauw. Okay. Wauw, weet je wat ik uit reward back heb gekregen? Een bed. Ja. Een bed? Ja. Nou, we hebben er twee. Ja. Maar we hebben maar helemaal niks maar aan. we hebben geen plaats. Jawel, tuurlijk wel. Oké, okay, nu, nu zijn er meer hoofdstukjes geunlocked. Nu moeten we gaan kijken of we eerst voor gathering points gaan. Dus of we eerst voor zeg maar de resource points gaan. Ik denk dat ik dat ga doen, want dat heb ik eigenlijk nooit echt eerder op mijn kanaal gedaan. Dus we gaan waarschijnlijk wow. eerst gewoon toewerken naar een deconstruction table. Oké, okay, maar in elk geval, ja, we gaan nu eventjes hier de, de steam erin gaan we opvullen. 1, 2 en 3. Uh, en alles valt op de grond, dat is een beetje awkward. Waar is mijn bucket nou? Nee, mijn bucket is op de grond gevallen. Richard, dat ging fout. Uh -oh. Where did I go wrong? I lost a friend Somewhere along with buckets and... Doei Doei Oké, okay, volgens mij wordt het niveau wordt echt steeds lager En jongens, een grappig feitje Deze video die jullie nu aan het bekijken zijn, zijn gerecord over drie dagen Ja, yeah, <laughs> omdat Queen <a> retarded is <laughs> Nee, maar ik had het fucking druk Ja man, ik ook Het ging helemaal nergens meer over En ik ben echt blij als die vakantie nu eindelijk geboekt is jongens, want echt Als je een keer met drie vrienden op vakantie wil Ik uh, ga je nu van voor verklappen je gaat hoofd mee krijgen. En in het begin waren het er nog meer. <laughs> ja, in het begin geen Richard ook mee, maar Richard die, die skipt toch gewoon de boel. Ja man, ik word fucking gek. Yep. Oké, okay. holy shit, het gaat nog best snel, het steam. Shit, wordt het nu gewoon direct hierin geoutput? Ja. Ik heb al twee nice. stacken iron. Oké, okay, Richard, het gaat nu echt goed. Six, 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 six. Als we nu gewoon een be klein beetje bijvullen, en dan is sowieso zometeen de helemaal opgevuld. En dan kunnen we in de volgende episode kunnen we gaan vliegen. En dan kunnen we naar de nether toe en dan kunnen we doodgaan. En dan kunnen we rage quit, en dan kunnen we de serie beëindigen. Oh. oh, nee, grapje, jongens. We gaan, dat werd trouwens nog in de comments geplaatst. Iemand zei van: Deze serie moet wel langer dan 20 episodes gaan duren. Nou, Alleen, we willen dat niks. Dat we ligt we... allemaal, Quinn. We willen niks gaan beloven, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Dat ligt allemaal bij Quinn, jongens. Oh ja, kijk, nu, nu gaat hij liever mij alle verantwo ver ver verantwoordelijkheid geven. Oh, shit. Oké, okay. en dan? Oké, okay. en moet je kijken ja. wat ik allemaal gemind heb? Nou, oh shit. Oh shit! Kijk, ik ga nog wat iron toevoegen. Pam. Even kijken eens, wat zit er nog in mijn bags. Oké, okay, dan moeten we wel eventjes gaan pulveren, allemaal voor de volgende episode. Dan hebben we er tenminste ook nog wat aan. Tenminste, ik, want ik mag het allemaal gebruiken. Jij ja, gaat mine, ik heb gebruiken. Ik, ik heb wel alleen maar op de, de hoogte waar m'n oor zitten die handig zijn. Yep. Ik heb alleen geen kopper en die mine ik zo nog wel, heel. Oké, okay, maar good job, Richard. High five. Oké, okay, maar Richard, ik ben aan het eindelijk gekomen van mijn episode. Eh? Jij, jij was dat twee dagen geleden, maar dat maakt het allemaal niet uit. Dat hoort er allemaal bij. Dat is omdat Quinn super professioneel is. Ja, yep, oké. Okay. Oh, oh. Nee, maar jongens, ik had echt heel erg druk. Het ging echt helemaal nergens over. Ik moest de vakantie regelen. En een vriend kwam naar me toe en bleef twee dagen slapen, zo'n beetje. Ik was van de week om half uur s'nachts thuis. Dus ja, het zat allemaal niet mee. Die vriend die bleef slapen, dat was ik. Quink, quink. Nee. Nee. Dat weet ik. Nee. 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 het <laughs> gaat weg. Oké, okay, maar jongens, bedankt voor het kijken naar deze episode. Hopelijk heb je ervan genoten. Heb je ervan genoten? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En zie ik jullie graag volgende we keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Wanderlust Reloaded: met Richard en een pijl Dag. Doei okay. doei.